Dames en heren, het is mij een groot genoegen en een waar voorrecht aanwezigen deze dag tot u te mogen. Het verheugt mij meer dan ik kan zeggen. Ik wil dan ook op de dat ik u op de eerste plaats geven welkom aan mijn oprechte gevoel. Het geen ik van heugelijk gebeuren. Dat ik u op deze en dit bijzondere dag van harte u hier die in zo grote talen aanwezig zie. En een waarbij ik u op groot genoegen bij alle aanwezig dan ik u kan zeggen. Ik dank u. Het heugt mij dat u de gelegenheid hebt gegeven. Ik dank u. De toespraak. U kunt luisteren naar een hoorspel geschreven door Wim Burkunk. Het was in het jaar Brum ten honderd lijven trechtig. Het was in het jaar Brum ten honderd lijven. Het was in het jaar Brum ten honderd lijven trechtig. Het was in het jaar. En binnenkort zal het weer lang, lang geleden zijn. Binnenkort dat ik mijn weer lang, lang geleden zijn dat ik mijn toespraak hield. Dat het was in de maand van mij en jou. Het was in de maand van mij en ik. Van mij en jou van mij allemaal. Dat van mij ik en jou toespraak. En allemaal dat ik mijn toespraak hield. Mijn toespraak hield. Mijn toespraak houden moest. Mijn toespraak houden zal. Mijn toespraak. Het was in het jaar. Welk jaar was het? Of zal het zijn? Lang, lang geleden dat ik mijn toespraak. Binnenkort mijn toespraak houden zal. Gehouden hebben zal. Lisa? Lisa, waar ben je? Waar zit je? Hij komt. Zo, ik was in de keuken bezig. Het is er? Lisa, ik heb het voor elkaar. Nee. Nou en of. Ik moet een toespraak houden. Ze hebben hem er gevraagd. En ik heb meteen ja gezegd, dat begrijp je. Bart, wat geweldig. Ze weten nog niet half wat ze boven het hoofd hangt. Hoezo? Hebben ze... Ja... Het was de oude van Straten zelf die het me vroeg. Ze heeft me carte blanche gegeven. Geen enkele beperking. Dit is de kans van mijn leven. En waarschijnlijk komt de pers bij ook. Journalisten? Maar reken maar. Als het een beetje meeloopt, dan haal ik de voorpagina. Maar dat is ongelooflijk. Dan kan je eindelijk eens zeggen wat je wilt, hè? Of niet? Nou, reken maar. Ik zal het doen ook. We zullen ervan opkijken. Eindelijk. Eindelijk. Kijk, je moet gewoon... Nou, een klantje. Klatje, ik ga aan het werk. Geef eens lucht een klatje. Ja, heb je al enig idee waar je het over zal hebben? Nou, ik baas van die ideeën. Ik moet ze opschrijven, anders vergeet ik de helft. Bovendien, ik moet het goed voorbereiden. Punt voor punt tegen elkaar afwegen. Tactisch zijn. Stel je voor, zo'n kans krijg je maar één keer van je leven. En ik zou... Gek, is je nou nergens een klatje? Natuurlijk wel. Hier, oh nee. Waar heb je dat klaplok aan gelaten? Welk klapblok? Oh, hier ligt altijd een klapblok. Ik heb er gisteren mijn boodschappenlijstje nog opgemaakt. En waar heb je het dan gelaten? Ik? Nou, je wordt goed. Ja, wie anders? Ik ben er niet aan geweest. Ik wist niet eens dat dit hier lag. Ja, nou hoor, zeg, het ligt hier altijd. Als het er nou niet meer ligt... Dat betekent dat jij het voor ergens hebt laten slingeren. Wel ja. Ja, of niet soms. Waarom zou ik dat nou weer gedaan moeten hebben? Trouwens, wat moet ik nou met een klapblok? Hoe stuur toch niet altijd zo? Geef me maar iets anders, een pen, een ballpoort of een ballpoort. Ja, nee, zeg, kalm een beetje alsjeblieft. Nu voel ik niet wat tegen met de keer te gaan. Dus nou doe je het maar op je werk. Ik snauw helemaal niet. Ik zou alleen willen dat jij voor één keer eens wist dat je te laat. Ach, ik zeg toch dat... Ik zeg toch laat, maar hoeft dat niet meer. Ik moet zelf wel knappen, zoals altijd. Nou, waar ligt dat ding? Doe het maar alleen. Nou, hier, kijk nou eens hier. Hier ligt je klapblok op je eigen bureau. Op mij? Verrek, hoe komt het daar nou? Ja, zou het daar nou komen? Nou ja, goed. Ik zal het zelf wel hebben gedaan. Best. Wat zullen we ook eigenlijk over een klapblok? Kom, een pen. Waar is een pen? Dat weet ik veel. Toen nou, ga nou alsjeblieft niet zitten mokken. We brachten wel iets beters te doen. Dat is toch het toppunt? Nou, goed. Het is er goed. Ik ben een beetje onredelijk. Sorry. Een beetje? Kom. Nou, ik zeg toch sorry. Kom nou, een pen. Verdomme, waarom ligt hij nou nooit een pen en potlood dan niks? Hier. Kijk nou toch eerst eens even. Ah, mooi. Dank je. Nou, waar waren we? Bij je toespraak. Ja, natuurlijk. Nou, eens zien, hè. Mijn koffie? Ach. Oh, ja. Dank. Nee, laat maar. Ik,
Kameraden, wij laten ons niet langer meer uitbuiten. Wij eisen hogere lonen en lagere prijzen. En laten ze niet zeggen dat dat niet kan. Dat zoiets politiek onhaalbaar is. Nee, mijn kameraden. Als dat politiek niet haalbaar is, is er iets mis met de politiek. Wij, kameraden, wij eisen een vernieuwing van het partijbestel. Waarbij de collectieve en universele menselijke waarde als primair politiek programmapunt dienen te prevaleren. Boven de herwaardering van dubieuze conservatieve beginselen. Want, mijn kameraden, het is symptomatisch voor het ontbreken van een beleid dat er een onevenwichtige prioriteitenbepaling plaatsvindt, waarin de technocratie, het chauvinisme, prestigebejacht en eenzijdige pressie van de gemanipuleerde minderheid domineren. De afgedwongen coalitievorming heeft een bundeling doen ontstaan van het midden tot ver in de behouden hoek, terwijl de progressieve de concessionele onder druk hebben gezet door een doorgevoerde polarisatietactiek ten koste van de pluriformiteit. Maar, kameraden, wij eisen dat daar verandering in komt. Want de linkse politiek is in vergelijking met de rechtse politiek uitgesproken links, terwijl de rechtse politiek naast de linkse duidelijk heeft aangetoond wat zij is. Zij is rechts. Ook al trachten dat te verbloemen, ook al trachten sommigen dat zelfs te ontkennen. Maar wij nemen dat niet langer. Waar blijft de linkerflank van de middenpartij? Waar blijft de rechterflank van de linkervleugel van de centrumpartij? In plaats van een intellectualistisch quasi-progressief minderheidsbeleid dat ons wordt opgetrommeld, wensen wij een alternatief neoprogressief beleid dat afrekent met de reactionaire en dat zorgt voor hogere lonen en lagere prijzen. Gek. Wat? Ja, moet ik het zeggen? Ah, toch moeilijker dan ik dacht. Nou ja, niet echt moeilijk, maar toch. Maar zei je dan niet? Ja, natuurlijk. Er zijn wel 100 dingen die ik ze wil gaan zeggen. 1000. En die zal ik ze zeggen ook. Denk maar niet dat ik iets of iemand zal ontzien als ik de kans krijg. Door tijd dat er is, eindelijk iemand komt die man en paard durft te noemen. Die durft zeggen waar het op staat. Alleen je. Je moet de juiste woorden vinden, de juiste vorm, anders kun je net zo goed helemaal niks zeggen. Waar je vooral op moet passen, is dat je niet in van die afgezaagde gemeenplaatsen vervalt. Van die stomme, slaapverwekkende slogans die iedereen al duizendmaal heeft gehoord. Ja, dat is waar. Het is me wel eens opgevallen dat er maar zo ontzettend weinig mensen zijn die ooit iets origineels weten te zeggen. Op een persoonlijke manier. Misschien is dat wel de moeite waard wat ze zouden beweren, maar ze vervallen altijd en eeuwig in diezelfde afgezaagde clichés. Door de radio, in de kerk, bij allerlei gelegenheden. Klinkt altijd precies hetzelfde. Ze zouden hun toespraak ongestraft kunnen omwisselen. Geen hond zou er iets van merken. Precies, dat bedoel ik nou. Ja, ik kan natuurlijk wel hele vellen gaan zitten volschrijven. Dan krijg je onzin. Er zijn zoveel mensen die een toespraak houden. Pastoors, dominees, politici, weet ik wie allemaal. Nou, dikwijls is het niet eens zo gek wat ze te zeggen hebben. Maar als je dan achteraf probeert ontleden. Als je gaat afvragen wat ze eigenlijk gezegd hebben, dan herinner je je niets meer dan de clichés. Altijd weer dezelfde clichés. En dat wil ik niet, begrijp je? Nee, natuurlijk. Want hoe wil je dat de mensen naar je luisteren? Echt naar je luisteren en zich er ook wat van aantrekken. Als jij ze precies hetzelfde vertelt als ieder ander. Weet je, als je dezelfde woorden gebruikt, die ze 100 maal hebben gehoord. Daarom. En dan, er zijn 1001 dingen die van belang zijn. Er zijn ook 1001 woorden die je tegen elkaar moet afwegen. Ja, maar je zult toch een keuze moeten maken. Je moet toch ergens beginnen. Tja. Ja, beginnen. Ja, dat is het moeilijkste, denk ik.
Je moet een begin vinden dat ze meteen dwingt om naar je te luisteren. Ja. Iets persoonlijks, hè? Iets van jezelf. Iets directs. Zoals kinderen dat doen. Huh? Kinderen? Ja. Is dat jou eens opgevallen? Kinderen hebben een manier om je patsboom direct aan te spreken. Zo zou ik moeten kunnen doen. Wat is er nou? Wat zie je nou te lachen? Iets geks gezegd. Nee, helemaal niet. Kinderen. Ik zou denken. Weet je, het eerste dat mij te binnen schiet, als ik over mezelf denk, over vroeger dan, is dat toen ik een bal kreeg. Grijze bal met rode strepen. Blauwe strepen. Ja. Maar van de rest weet ik niks meer. Maar dat zie ik nog zo voor me. Een grijze bal. Zilvergrijs. En de strepen hadden twee kleuren. Rood en blauw. Ja. Of geel. Verrek. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, toch is het belangrijk. Ja, het moet wel belangrijk zijn geweest als dat het eerste is dat je je herinnert. Het zou een mooi begin zijn. Ik heb voor mijn verjaardag een mooie bal gekregen. Het was de gelegenheid van mijn 5e verjaardag. Nee, wacht eens. Was mijn 6e? Of was het nou mijn 4e? Weet je dat dan niet meer? Nee. Ik weet niet eens meer of het op mijn 4e, mijn 5e of mijn 6e jaar was. Terwijl dat toch nogal een verschil uitmaakt. Ja? Misschien heb je nooit een bal gehad? Ah, natuurlijk wel. Ik weet het zeker. Het was een grijze bal. Een gekleurde bal erover. Misschien denk je dat alleen maar. Ah, nee, ik weet het zeker. Dat is het eerste wat ik me kan herinneren. Hoewel, schrik, hè? Dat ik die kleuren niet meer weet. Kijk eens wat ik voor mijn grote jongen heb meegebracht. Voor mijn grote, jarige jongen. Een bal. Is het geen mooie? Ja. Wel gefeliciteerd. Ah, nee. Eerst krijg ik een kusje van je. Toe, kom nou. Kusje. Ja, zo is het beter. En hoe oud wordt mijn lieve jongen nu? Kom nou, hoeveel jaar is Spatje vandaag geworden? Dat weet je toch wel? Ja, natuurlijk. Het is nog zes. Kijk die hondenpoel nou. Ik heb er een kleur van. Hij is natuurlijk in de war, hè, van al die cadeautjes. Nou, kom, tel maar eens op je vingertjes. 1, 2... Nou, hoeveel vingertjes? Dan komt het netje toch wel? Ja, dat zeg ik toch. Ik bedoel, ik kan me niet precies herinneren. Nee, datje, laat die bal met rust. Eerst zeggen hoeveel jij bent geworden. Nou, vooruit. Zeg op, stoute jongen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En hoe langer ik denk, hoe minder ik nog weet. Ja, als je er dan nog maar zo weinig van weet, dan heb je er ook niet veel aan. Dat is jammer. Hé, probeer eens of je hier nog iets anders herinnert. Ja, dat moet er veel meer zijn. Iets waar we meer al vast aan hebben. Ah ja, als ik me concentreer. Het is gewoon een kwestie van concentratie. Het eerste dat ik me herinner als ik aan mijn jeugd denk, is je vrouw Letty die zingt. Ja, open tuindeuren en bloemen en de lucht van boenwas. Hm? En we eten brood met haring. Nou, wat wil je daar nou mee zeggen? Yes. Gek, hè? Ze kwam maar één dag in de week om te helpen met schoonmaken. En toch is dat het eerste dat in mijn gedachten komt als ik vroeger zeg. Ja, maar wat heb ik eraan? Kan ik zeggen, dames en heren, mijn vrouw hoort juffrouw Letty die zingt. Ze ruikt boembas terwijl ze brood eet met haring. Zure haring. Oh, zure haring best. Maar kan ik dat zeggen? Nee, toch? Nou. We zijn er nog nergens. Ja, hoor nou eens even. Ik probeer je te helpen. Het is alleen maar om je te proberen te helpen. Een begin te vinden waar je wat aan hebt. Er moet nog wel iets meer te vinden zijn dan alleen die bal. Ja, natuurlijk was er meer. Veel meer. Ik herinner me ons huis. Mijn vader. Mijn moeder. En hoe ik eens een keer tegen een lantaarnpaal ben opgelopen. Tegen een lantaarnpaal? Nou, op een zondagmiddag was het. We wandelden langs het gracht. Wam! Zo'n bult op mijn kop. En bloeien? Ik zie het nog zo voor me. Hoe mijn tante Ida... Ah, het was geen echte tante. We moesten tante tegen haar zeggen. Hoe tante Ida met een grote zakdoek naar de waterkant holde. En hoe ze liggend op haar buik
het ding nat maakte om met die natte prop mijn voorhoofd te bedden. Zeg, wat stom zeg. Waarom stom? Oh, ze had geen geraffineerde manieren kunnen bedenken om je om zeep te helpen. Het water uit de gracht, notabene. Oh, misschien was het water in die tijd nog niet zo vervuild als nu. Of misschien was de wond niet diep genoeg om de vervuiling een kans te geven. Stil nou maar, domme jongen. Laat tante Ier je mee even helpen. Oh, wat ziet dat een lelijk uit. Dat had je ogen kunnen kosten. Gelukkig zit het er net boven, hè? Nou, sta stil. Sta nou even stil. Ja, dat komt ervan als je loopt te dromen. Als je niet uitkijkt waar je loopt. Ik heb je nog zo gezegd dat je moest uitkijken. Nou, kom eventjes tanden op elkaar. Zo. Nou, zie je nou wel, het valt best mee. Bloed haast niet meer. Oh, het wordt wel een kleine bult. Wat een schrik. Hoe kwam dat nou? Zag je die lantaarnpaal dan niet? Dat is te zeggen. Nou, sta nou niet met je mond vol tanden. Je loopt er nou zomaar tegen een lantaarnpaal aan. Je hebt natuurlijk lopen dromen, hè? Waar dacht je nou aan? Waar zit je nou met je gedachten? Nou, zeg eens wat. Ik weet het niet. Ik hou er haast niks meer van. Hoe meer ik erover nadenk, des te minder ik er nog van weet. Ik weet eigenlijk niks meer van mijn jeugd. Fluiten zie ik. Onsamenhangende, vertekende beelden. Ik weet niet meer of het water vuil was. Niet of mijn tante Ida me misschien heeft willen vermoorden. Helemaal niks. Ja, je zult toch ergens moeten beginnen. Ja, maar hoe? Waar? Waarover kan ik spreken als ik niks meer weet van mijn geboorte? Niets over mijn kluttertijd. Mijn puberteit. Ik geloof dat ik missionaris wilde worden. En toen heb ik 's nachts groene appeltjes gestolen uit de tuin bij de paders. Ik kreeg buikpijn, een diarree. Ik voelde me heen en weer geslingerd tussen engel en duivel. Duivel en engel. Zit daar nog een mededeling, een boodschap? Kun je daar de wereld mee veranderen? Revolutie teweeg brengen? Probeer het. Schrijf het op. Dames en heren, kan ik zeggen. Ja, dat is een goed begin. Decent een goed begin. Goed genoeg om de aandacht te trekken. Om ze te dwingen naar mij te luisteren. Of niet? Nou. Maar wat kijk je nou? Wat is er? Nou, nee. Oh. Nou, als jij vindt dat het niet goed is, doe maar. Nou, ik bedoel eigenlijk, je moet niet kwaad worden hoor, dat ik het zeg, maar ik dacht dat jij niet in clichés wilde vervallen. Hoezo? Neem me nou niet kwalijk, zeg, dames en heren. Ja, maar moet je eens horen, wat wil je dan? Wat moet ik dan? Dat moet je mij niet vragen. Nou goed, geachte toehoorders dan. Nou, hoewel het merendeel ken ik niet eens. Maar het is er achtbaar aan ze. Maar daar gaat het immers om. Dat zijn ze niet. Gewetenloos levende parasieten zijn het. Dat zou ik moeten zeggen. Waarom doe je dat dan niet? Nou, nu is ze stom. Oh, ik zeg het ze wel, maar tactisch, hè. Ik bedoel... Ik dacht het wel, ja. Nou, wat nou? Als de mensen maar eerlijk waren, dan was het geen probleem. Maar dat zijn ze niet, dat zijn ze nooit. Durven ze niet, niemand. Oh, jawel. Ik wel. Oh, ja. Nou, twijfel jij er soms aan? Je begrijpt het niet, waar. Hoe kun je nou eerlijk zijn? Er kan nog geen mens. Hooguit toch eerlijk mogelijk, maar dat is heel wat anders. Je kletst. Ik weet van mezelf dat ik eerlijk ben. Strikt eerlijk. Dat ben ik tegenover jou en tegenover mezelf. En als ik een toespraak hou, juist, als ik een toespraak hou, dan ben ik het ook. Wat dacht je? Ik ben niet van plan eromheen te draaien. Ik zeg precies waar het op staat. Maar dat kan niet, Bart. Oh nee? Moet jij maar eens opletten. Het kan niet. Daar hebben wij de woorden niet voor. Kijk, ik zeg rood. En jij zegt rood. Maar we bedoelen iets anders. Ik zeg, ik hou van je. En jij zegt dat ook. En dan maar... bedoel ik precies hetzelfde als jij. Precies hetzelfde. Zie je nou wel? Wat zie je nou wel? Je draait eromheen. Je durft het niet eens onder ogen te zien. Kijk, als jij nou straks begint met geachte aanwezigen of met dames en heren, wil jij dan beweren dat je eerlijk bent? Maar wie zegt dat ik zo begin? Dat maak jij er wel van. Jij fantaseert er maar op los en schuift mij van alles in mijn schoenen waar ik zelfs niet over pieken. En dan maak je mij daar nog een verwijt van ook.
Hier. Kijk dan. In mijn kladblok. Niks staat er. Geen gasten aanwezig, geen dames en heren. Niks. Geen letter. Nou, dat is toch het beste bewijs. Goed, je zult wel gelijk hebben. Alleen erg opschieten doe je op die manier ook niet, hè? Wie ligt dat? Hoe vraag je? Oh, ik zeg al niks meer. Alleen, hoe wou jij dan wel beginnen? Nou, gewoon. Ik bedoel... Zie je nou wel? Denk je echt dat ik... Maar ik maak je er geen verwijt van. Er zullen trouwens ook best aardige mensen onder je gehoor zitten. Misschien zelfs wel echte dames of heren. Enkele hier of daar een klein beetje geluk hebt. Kijk, als je ze gaat toespreken, kun je niet eerlijk zijn. Je vervalt daar zelf in gemeen plaats. Nou, dan staat het toch allemaal nergens meer op. Ja, hoor eens, wat moet ik dan? Dan moet ik in het Chinees beginnen of in het Grieks. Nou ja, best. Dan ben ik maar niet eerlijk. Voor het begin maakt het er niks uit. Maar je moet het tactisch doen. Je moet methodisch te werk gaan. En niet zomaar op met van alles en nog wat ze op het lijf vallen. Niet met alles tegelijk tenminste. Weet je wat? Je moet ze voorzichtig inpalmen. Logisch opbouw. Ze helemaal voor je innemen, zodat ze gaan luisteren. Dat ze allemaal luisteren. Ja, natuurlijk, dat doe ik. En net als ze beginnen te denken... Aardige vent, die Bart. Decente kerel. Goede spreker ook. Sympathiek en zo dan. Pas, zeg ik zo ongezouten waar het op staat. Zo doe ik het. Ja? Natuurlijk, wat dacht je dan? We zitten midden in de problemen, die schreeuwen om een oplossing. En als je de kans krijgt daar iets aan te doen, dan doe je dat. Of ze dan ook prettig vinden of niet. Zonder iets of iemand te ontzien. Want Wilston is mijn broeder, Rijn. Nou, wat wil je dan? Moet toch ergens beginnen? Natuurlijk. Waar het niet? Ik zeg toch ja. Dat is het enige probleem. Als commandant van het korps en oudst aanwezig officier, doe ik een beroep op u allen. Want u dient wel te weten dat, en te beseffen dat, zolang er mensen zijn, er zal worden gevochten. En dat zolang er zal worden gevochten, er zal worden gedood. En dat zolang er zal worden gedood, er hoop is op de uiteindelijke overwinning van het recht. En dit is de hoop die ons doet leven. Want een soldaat is een man die niet over zich heen laat lopen. Wat voor anderen sport is of ontspanning, is voor de soldaat een vak. De soldaat is all-out. Hij is goed getraind en weet wat doorzet is. De soldaat ontziet zichzelf niet en anderen net zo min. De soldaat is hard, keihard. En de wereld is zijn oefenterrein. Hij werkt onder alle omstandigheden snel, moedig en doeltreffend. Een soldaat weet wat leven is. Een soldaat weet wat sterven is. Voor verzet en voor verder. Een driemaal, hoera! 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 Komt allemaal omdat ik verkeerd begonnen ben. Je moet het niet steeds over jezelf hebben. Nou goed, niet over onszelf. Over iets anders. Ja, maar waarover? Ach, er is zoveel. Ja, er is zoveel. Ja, we moeten er niet omheen draaien. Gewoon zeggen waar het op staat. De dingen bij de naam. Ja, dat is de enige manier, Bart. Tenminste. Ja, ik moet menselijk zijn. Om meegevoel. En als ze het niet willen horen, moet ik het gewoon in hun stomme koppen werken. Of ze het nou leuk vinden of niet. Ja, ze hebben er immers zelf om gevraagd. Ja. Er is een wereld vol rotzooi, zou ik zeggen. Vol ellende. Nodeloze ellende. Terwijl iedereen maar verder surft. Terwijl alles maar over ons heen laten glijden. Krantenberichten, nieuwsdienst, televisie. Jullie zijn onbereikbaar geworden, allemaal. En om ons heen staat de wereld in brand. En wat doen we eraan? Wij allemaal zoals we hier zitten, wat doen we eraan? Nou? Nou? Wat? Nou, gaan we verder.
Ga door. Het is geweldig. Ik wist niet dat je dat kon, dat dat in je zat. Ja, als ik mij ertoe zet. Ja, nou verder. Verder. Ja. Ja, ga nog verder. Je was net zo geweldig gedreven. Je moet het opschrijven, hoor. Je moet het allemaal opschrijven, Bart. Ja, natuurlijk. Wat zei ik weer precies? Wat je zei? Ja. Nou, gewoon, dat... Nou? Ja, hoor, schrijf het nou eerst maar eens op, hè, voor je het vergeet. Want echt, het klonk erg goed, ik meen het. Ja, maar wat heb ik nou gezegd? Weet je dat er zelf niet meer? Ja. Nee. Ja, ongeveer. Maar wat zei ik precies? Daar gaat het om. Ja, zo heel precies weet ik het echt niet meer. Je hebt zoveel gezegd. Hoe wil je dat ik het allemaal met meteen kan onthouden? Letterlijk kan herhalen. Ik ben toch geen computer? Dat is onmogelijk. Dat kan geen mens. Nee, ik dacht het wel. Je hebt niet eens geluisterd. Wel waar? Niet waar. Nou ja, je hebt gelijk. Ik heb niks anders uitgekraamd dan leuzen. En als ik er goed over nadenk, waren het niks anders dan holle frazen. Hoe kom je er nou bij? Ik zei toch dat het goed was? Echt goed. En dat je het op moest schrijven, dat zei ik nog. Ja, als je dat dan niet doet. Nee, onzin heb ik zo'n uitkramen. Terwijl ik zoveel te zeggen heb. Zoveel zeggen wil. En je hebt het gewoon over je heen laten glijden, zonder er naar te luisteren. Je moet zoiets altijd meteen opschrijven, voor je het vergeet. Het is net als met de boodschappen. Als je ze niet meteen opschrijft, dan kun je later met geen mogelijkheid erop komen wat je moest halen. Dat is heel wat anders. Ja, zie je wel, maar zie je wel dat je niet hebt geluisterd? Grondsuiker. Niemand luistert ooit naar wat een ander te zeggen heeft. Slaoven. Ja. Doet het dan nog toe wat we zeggen? Dat alle woorden dat duizendmaal zijn opgebruikt en versleten. We leven allemaal opgesloten in onszelf. We praten, ja, maar we luisteren niet. Nooit. We wachten alleen maar tot de ander eventjes zijn mond houdt om weer verder te kunnen gaan met de formulering van onze eigen gedachten. En we roepen ja, ja, als we de klank menen te herkennen van onze eigen woorden. Als we de echo horen van wat we zelf hebben gezegd. Iedereen leeft apart. In een lange gang. Iedereen zijn eigen lange gang. Waar je niet maar voortrent. Als maar blindelings voortrent. In een eindeloze gang zonder deuren, zonder ramen. Honderden hollende mensen, duizenden. Als mol onder de grond. En niemand die luisteren wil. Niemand die luisteren kan. Omdat ze het al weten. Omdat ze allemaal al lang weten dat er niets te zeggen valt. Dat alle woorden holle echo's zijn. En alle problemen woordeloos. Hier. Zelfs muren zijn geen muren. Spiegels zijn. Geen verbogen lachspiegels. Vol bochten en kronkels. Zodat je jezelf honderdmaal tegelijk ziet voortrennen. Duizendmaal tegelijk in alle belachelijke vormen van iedereen op de dolgedraaide kermistool op. Kijk. Kijk daar. Daar gaat die gekke kerel van hiernaast. Sukkel. Stommeling. Moet je hem zien rennen. Wat een haast. Of zijn leven op het spel staat. Alsof het enige zin heeft zomaar voor te rennen door een gang die eindeloos is. En daar. Iedereen is er. Iedereen rent mee. En als ik mijn hand opsteek, ja hoor, dan gaan er duizenden handen mee omhoog. Als ik harder probeer te lopen, proberen ze het allemaal. Sta stil. Sta toch stil, idioten. Het is zinloos. Elk van jullie bewegingen is zinloos. Omdat ik de enige ben die ze maakt. Ik. Jullie bestaan niet eens. Niemand van jullie bestaat. Spiegelbeelden zijn jullie. Allemaal. En wat je hoort is alleen de echo van mijn stem. Van mijn stem. Naar niemand van luisteren. Dames en heren. Wij leven in een wereld die in brand staat. Te midden van onrecht. Sociale onrecht. En discriminatie. Onderdrukking en uitbuiting. Domme zelfgenoegzaamheid. Luister allemaal, dames en heren. Zou je bijna mathematisch moeten doen. Andere benadering heeft geen zin. Als we het niet vinden in onszelf, zijn we nergens. Als we moeilijk gaan vertellen dat ik toevallig ergens heb gelezen dat Napoleon op Corsica is geboren. En dat hij stierf op Elba. En dat hij nou samen met zijn zoon ligt begraven in de Dom des Invalides. In gescheiden kisten uiteraard. Zes voor hem en voor de zoon waarschijnlijk ook wel een stuk of 3-4. Nou, op Sint Helena? Nee, schatje, in Parijs. De Dom des Invalides in Parijs. Dat bedoel ik niet. Hij is gestorven op Sint Helena, niet op Elba. Ja, verrek, dat is waar.
zei Kelbra. Ja. Nou, dan ziet het zelf. Je kunt er nergens zeker van zijn als je niet heel nauwkeurig te werk gaat. Als je niet alles heel precies nagaat en verifieert van begin tot eind. Ja, ons geind wilde weg zijn praten. Ik haal er de grootst mogelijke stommiteit uit, voor je het weet. Ja, maar je moet ook niet over Napoleon gaan praten. Dat heeft geen zin. Nee. Waarover dan wel? Moet ik ze soms gaan vertellen dat ik daar straks op de trap heb geroken dat er iemand in onze flat nou al zuurkool heeft gegeten? Het is niet waar. Zuurkool? Ja. De hele trap stinkt ernaar. Die zijn ook stapel. Wie is het? Ja, weet ik veel. Het kan iedereen geweest zijn. Nou, ga zelf maar eens raken. Dat is stichtelijk. Maar dat is wel vervelend, zeg. In een flat weet je nooit wie zoiets doet, omdat er veel te veel buren zijn. Als ze maar niet denken dat wij het geweest zijn. Nou, wat dan nog? Nou, hou er niet van om voor gek te staan. En... Maar probeer het nou toch eindelijk eens te begrijpen. Het gaat toch niet om de zuurkool? Ik bedoel... Ja? Verdorie, je hebt me helemaal naar war gemaakt met een stomme geklets over zuurkool. Ja, nou wordt hij helemaal goed. Wie is er nou weer begonnen? Maar dat was toch alleen maar bewijs van een voorbeeld. Oh. Zo, misschien... Ja, wat? Je zou met iets actueels moeten beginnen. Iets dat een zekere spanning op. Ja. Iets dat geen mens verwacht. Dat ze grijpt. Dat ze spanning houdt. Ja. Ja, want zulke dingen zijn er zat. Oh ja, het is gewoon een kwestie van observeren. Ja, daar liggen de voorbeelden voor het grijpen. Als je het bijzonder maar ziet in het alledaagse. Je niet verliest in vrijblijvende sentimentaliteit over dingen die zo ver weg zijn dat ze ons toch niet raken. Moet vlak bij huis blijven. Er zijn mogelijkheden zat. Ja? Natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Neem nou die auto. Die auto? Ja. Die auto die net voorbij reed. Het was een zwarte auto. Nou, wat is er dan mee? Nou, dat is het nou juist. En dat is precies wat ik bedoel. Gaat een auto voorbij en dat vinden wij heel gewoon. Heel vanzelfsprekend. En daardoor denken we maar dat het ook onbelangrijk is. Maar het is niet onbelangrijk. Nee. Ach. Nee. Zeg niet dat het van geen belang is. Want auto's zijn niet zomaar om. Om te beginnen zit er altijd iemand in. Het lijkt heel vanzelfsprekend. Maar, heb je er nooit bij stilgestaan? Nou, nee. Als ik het niet dacht. En toch zit er altijd iemand in. Iemand die een gegronde reden heeft gehad... of meende te hebben om zijn jas aan te trekken... de deur uit te gaan, in zijn auto te gaan zitten... en te gaan rijden. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. En hij rijdt ook niet zomaar. En het wil weg... Misschien is zijn vrouw ziek, dan gaat hij een dokter halen. Misschien kwam hij van een verjaardag. Ja, of misschien is er opeens iemand doodgegaan. Of was er een nachtfeest waar hij nog heen ging. Ja, maar er zal niemand zijn die het weet. En zelfs als er iemand zou zijn. Ja, stel nou dat er toevallig iemand zou zijn die het wel weet. Dat de man die net voorbij reed toevallig in de zaal zit, tussen de toehoorders. Denk je dan dat hij de moed zal hebben op te staan en te zeggen... Ja, dat was ik. Ik kwam voorbij rijden op weg van mijn werk naar mijn huis. Of op weg van mijn vriendin naar... Maar praat u er alsjeblieft niet over, want mijn vrouw weet nergens van. Ja, zelfs als het niet heel onschuldig zou zijn, zou hij dan opstaan en het zeggen zomaar? Nou, waarschijnlijk niet. Hoewel. Hoewel? Nou, het is een hypothese. Academische hypothese. Ja, je moet toch ergens beginnen? En daarom dienen wij ons niet alleen te verzetten tegen de steeds toenemende vervuiling... maar tevens te vechten voor een in ieder opzicht gezond en leefbaar milieu. Het gaat primair om de totale bevolkingsexpansie... in relatie tot de potentiële productie en adequate distributie... waarbij de vervuilingsproblematiek moet worden gezien als een partieel vraagstuk. Onze technologie is expansionistisch van aard... zodat naast de ethische en esthetische waardebepaling... ook de erkenning van de fundamentele samenhang niet los kan worden gezien van de psychosomatische structuur. De dynamische dimensie van het democratiseringsproces eist recycling van primaire grondstoffen in plaats van een ongerichte ruilverkavelingshoede. En daarom doen wij een beroep op de sedimentologen, op de specialisten in organische en fysische chemie voor het polymeren van synthetische stoffen. Wij wensen een analyse van de bestuurkundige aspecten bij het milieubeheer. Want het gaat niet langer en het mag niet langer gaan om rationalisatie, de schaalvergroting en de kostenverlagende aspecten. Nee,
Als wij zo doorgaan, bestaat de wereldbevolking lang voor het kritieke jaar 2000 uitsluitend nog uit een kleine groep verwilderd voortlevende barbaarse analfabeten. Ik heb gezegd. Bart, je mag ze niet teleurstellen. Iedereen verwacht iets van je. Doe dan, je moet er ook aan zeggen, nu. Ik weet het maar. Ik ben zo trots op je, Bart. Al die mensen, het zijn er wel 100, misschien wel 1000. Oh, vind je niet doodeng? Iedereen is gekomen om naar jou te luisteren. Om te horen wat jij ze te zeggen hebt. Doodstil zijn ze. Geen geroezemoes, geen geschuifel, geen gemompel, niets. Niks. Ik wist wel dat je het kon. Geen enkel geluid. Veel meer in je stak. Veel meer dan je zo oppervlakte. Daar staan ze. Als wassen beelden. Stil, stom. Lijkt net of het nog steeds stiller wordt. Ik hoor niets meer dan mijn eigen ademhaling. Mijn eigen ademhaling. En het kloppen van mijn hart. Kijk ze nog allemaal eens naar staren. Waarom schreeuwen jullie niet? Schelden jullie niet? Begrijp het dan toch, ik ben nog niet klaar. Zoiets moet je eerst voorbereiden. Ik heb aantekeningen gemaakt, massa's aantekeningen. En jullie zullen nog gek opkijken. Jullie zullen verbaasd staan. Verdraaid, heb ik ze gelaten. Ik had nog een boekje. Nee, een klappenlook. Vol aantekeningen, ik weet het zeker. Ik moet het uit mijn zak hebben gelegd. Misschien heb ik het verloren in de tram. Spitsvuur. Dat is begrijpelijk. Waar of niet? Trams zijn overvol. Met al dat gedrang. Of misschien in een winkel. Toen ik boodschappen deed met Lisa. Ik ben er dag en nacht mee bezig geweest. Elk moment. Maar ik ben nog niet klaar. Ik heb gepraat met mensen. Met allerlei mensen. En gelezen heb ik om te weten te komen wat er in de mensen leeft. Wat ze denken. Wat ze doen. En om de woorden te vinden waarmee ik de dingen kan zeggen. En dat is het moeilijkste. Er is zoveel te zeggen. Er zijn zo ontzettend veel woorden. Zo verschrikkelijk veel woorden. Maar wat hoort bij wat? Welke woorden zijn voor welke dingen? Bart, je moet wat zeggen. Je moet beginnen. De mensen gaan weg. Je hebt te lang gewacht. Daar zie je die man vooraan. Hij is al omgedraaid. Hij loopt weg. En daar gaat er weer een. En nog een. Het begint aan alle kanten. Je moet iets doen. Zie dan al die gezichten niet. Al die grauwe, mistroostige gezichten. Het is gemeen, Bart. Je kunt ze zo niet laten gaan. Je moet wat zeggen, Bart. Doe dan, anders is het te laat. Dames en heren. Doe maar. Dames en heren. Dames en heren. Het is mij een genoegen. Het is mij een groot genoegen. Groot genoegen. En een waar woord. Oh, het woord tot u te mogen richten. Het verheugt mij meer dan ik kan. Het verheugt mij. Dat ik u op de eerste uitdrukking schreef. Het is een voorrecht. Het is een heugelijk gebeuren. Ik ben zeer verheugd. Zeer vereerd. Dat mij het voorrecht gebeurd is gevallen. Hier vanavond. Waarbij ik gewoon mogen voor alle wel. Alle aanwezig. Dan ik u kan zelf. Ik kan verheugd mij. Oh, Bart, je was geweldig. Geweldig. Ik wist het wel. Ik zei het je immers. Ja? Kijk eens. Ik heb bloemen gekregen, rode anjes. Oh. Ik heb niet eens wat gedaan. Oh, ik ben zo trots op je, Bart. Echt. Ja? Heb je gezien hoe aandachtig iedereen luisterde? Weet je dat meneer Bartels op de eerste rij zat? Bartels? Ja, ik zag nog hoe die knikte tegen zijn vrouw. Hij heeft nog iets opgeschreven ook. En meneer van Straten was er ook, zag je dat? Je moet niet vergeten mijn handen gegeven, hoor. Ja. En denk erom dat je hem nog moet bedanken. Ja. De toespraak. U heeft geluisterd naar een hoorspel geschreven door Wim Burkunk. Personen. Bart, Jan Wechter. Lisa, Trudy Liebussen. Stemmen, Hans Kassenbarg, Hans Veerman en Willy Ruis. Eerste spreker, volksmenner, Jan Borkes. Tweede spreker, militair, Piet Ekel. Derde spreker, academicus, Wim Burkunk.
Geluiden Bram Hengeveld. Montage Gerard van Dieperen. Regie Ab van Eyck.